Leerlingen, we gaan vandaag de voedingsdriehoek maken. Dus jullie gaan die zelf helemaal moeten maken. Ik heb hier mijn blad en ik ga dat eventjes voordoen hoe dat jullie dat moeten doen. Als eerste is het belangrijk dat je je blad juist houdt, dus de lange zijde moet voor je liggen. En dan gaan we beginnen meten, dus wat hebben we allemaal nodig? Dat is een meetlat, ons potlood, een passer. Niet iedereen heeft een passer, die gaan we wel verdelen in de klas. En we hebben ook een dikke zwarte stift nodig. Misschien heeft ook niet iedereen dat, maar dan gaan we dat wel verdelen. We nemen onze lat en we beginnen bovenaan te meten. En we meten daar 3 centimeter. Daar zetten we een duidelijk streepje. Weg van onze meetlat zetten we dat streepje. En zo doen we dat 3 keer. Dat is het eerste dat we doen. 3 keer zetten we dat streepje. Voilà. Als mijn cameraman even goed kan inzoomen, zodanig dat we het. Nee, gewoon dicht. Voilà, nu hebben we 3 streepjes staan en nu kunnen we duidelijk gaan kijken van hoe gaan we ons eerste lijn van onze driehoek tekenen. Voilà. Op deze manier. En ik teken niet te dik mijn eerste lijn. Je gaat zien dat die lijn gelijk loopt hier bovenaan. Dat is de bedoeling. Als dat niet is, dan heb je iets fout gedaan. Nu moet ik hier aan de zijkant ga ik een streepje zetten naar boven. Even goed zien. Dus we gaan een streepje naar boven plaatsen, zodanig dat we weten dat is 5 centimeter van de kant. We willen onze driehoek in het midden hebben, dus we gaan dat aan de andere kant ook zo doen. Dan zie je dat mijn lijn nog niet ver genoeg staat. Dus ik ga die nog een klein beetje verder trekken. Ik zorg weer dat mijn lat mooi gelijk ligt met mijn lijntje. En ik trek netjes tot aan dat streepje mijn lijn. En dat doe ik aan de andere kant ook. Dan heb ik mijn bovenste lijn van mijn driehoek. Nu ga ik mijn driehoek verder afmaken en daarvoor heb ik onderaan mijn blad heb ik eigenlijk het midden nodig. Als ik dat ga meten, ik ga jullie dat even voorzeggen, dan is het midden van mijn blad, het midden van mijn blad is 21, dus de lengte van mijn blad is 42, het midden is 21. Dus neem ik weer mijn meetlat en daar kan ik perfect 21 en zet ik weer een duidelijk streepje. Dan ga ik verbinden mijn ene kant van mijn driehoek. Dat zou normaal net moeten lukken. Ga ik verbinden naar de onderkant en aan de andere kant doe ik net hetzelfde. Voilà, dan heb ik een perfecte driehoek. Moeten we weer even nadenken. Wat was de bovenste lijn van onze voedingsdriehoek? Dat was water. En water, daar was niet zoveel plaats voor gelaten, maar was wel het allerbelangrijkste in de voedingsdriehoek. Dus we nemen daar 3 centimeter voor. Dus 3 centimeter zit in een streepje. En dat doe je aan de andere kant juist hetzelfde. 3 centimeter naar beneden. Dan kan je die gaan verbinden en zou dat weer netjes evenwijdig die lijn moeten lopen. Is dat niet en zie je van oké, dit loopt schuin, dan moet je gaan nameten waar heb ik mijn fout gemaakt. De tweede, dat was de voedingsdriehoek met al onze groenten, fruit, tofu, alle gezonde dingen die dat we heel veel mogen eten. En daar nemen we 10 centimeter voor. Dus we gaan 10 centimeter streepje zetten. En aan de andere kant doen we weer net hetzelfde. 10 centimeter. En ook daar plaats ik een streepje. Dan kan ik die twee streepjes weer netjes gaan verbinden. Belangrijk dat je die streepjes goed, dat je je meetlat mooi op die streepjes legt. Want heb je een klein beetje scheef, dan gaat heel je lijn scheef zijn. En gaat je voedingsdriehoek niet mooi worden. Dus we gaan die verbinden, die twee lijntjes.
Voilà, en we hebben weer een perfecte verdeling. Dan nemen we onze iets ongezondere dingen, maar nog altijd wel gezond, dus die dat we met mate moeten eten. En daar nemen we ook weer 10 centimeter voor. Dus 10 centimeter aan beide kanten. Voilà. En dan gaan we die weer netjes verbinden. Voilà. De voedingsdriehoek is nu af. We gaan hem nu verder afwerken en dat doen we met onze dikke stift. Dus dan ga je daar overal netjes rondgaan. Zorg er wel voor als je daar rondgaat dat je meetlat recht naar boven houdt. Want als je die schuin daartegen gaat houden, zou het kunnen dat dat nog niet volledig droog is. Dus dan moet je met de nodige precisie, nauwkeurigheid, moet je dit wel doen. Dan ga je er mooi rond. En dan zie je ook dat die potloodlijn automatisch gaat weggaan. Voilà, ondertussen ben ik volledig rond de voedingsdriehoek rondgegaan met mijn zwarte stift. Die leg ik dan terug aan de kant. En dan ga ik de rode bol, die we zoveel mogelijk moeten vermijden, die ga ik er nog bij aanmaken. Hoe gaan we dat doen? Ik neem een passer. Ik ga 4 centimeter, ik ga dat even duidelijk laten zien. 4 centimeter. Dus ik zet mijn puntje hier op de 0 en ik zet dit op 4. En dan weet ik, dat is een straal van 4 centimeter. Ik plaats dat puntje hier ergens willekeurig, zodanig dat ik weet als ik er rond ga, dat dat mooi wordt. Wat is er belangrijk als je je passer gebruikt? Tussen duim en wijsvinger plaatsen. Puntje lichtjes aanduwen. En dan rustig de passer het werk laten doen. Draaien tussen je vingers. Als je dat niet gaat doen en je te hard op gaat duwen, dan gaat de passer wegschieten en ga je geen mooie cirkel hebben. Hier ga je het iets moeilijker hebben om daar rond te gaan. Je probeert daar netjes rond te gaan met je zwarte stift. Voilà, de voedingsdriehoek die is nu klaar met de cirkel. Nu kunnen we daar bepaalde dingen in gaan plaatsen. Eventueel, als je nog tijd hebt, de voedingsdriehoek die heeft hier nog een bolletje. Daar kan je 2 centimeter voor nemen. En in dat bolletje, daar staat meer in. Dus dat zou je eventueel hier nog kunnen gaan afwerken. Maar dat doe je pas op het einde. En hier staat er een bolletje met minder in. Je probeert de afstand hier ongeveer hetzelfde te houden. Maar dit doe je enkel als je tijd over hebt. En dan plaatsen ze hier nog kleine bolletjes tussen. We gaan die voedingsdriehoeksgebied ook wel laten zien. Zodanig dat je weet hoe dat je dit eventueel kan gaan afwerken. Zodanig dat dat een heel mooie voedingsdriehoek wordt. Als je daarmee klaar bent, dan is het natuurlijk ook nog belangrijk dat we de bewegingsdriehoek gaan doen. Daar gaan we het dan nu nog over hebben. Hoe gaan we de bewegingsdriehoek? We gaan eigenlijk juist hetzelfde starten. 3 centimeter aan de bovenkant, 3 centimeter in het midden. Heel belangrijk je start, want als je daar scheef start, dan gaat al de rest ook moeilijk gaan. We gaan weer de lijn trekken. Centimeter moest dat zijn. Ik kan mijn streepje mooi naar boven trekken. Dan ik weet daar is 5 centimeter. Hier doe ik dat ook. Dat komt nu redelijk goed uit. Hè. Dan ga ik dat ineens goed leggen.
Voilà. Onderaan moesten we 21 centimeter uitmeten. Dus goed hier zorgen dat het 0, dat de 0 ermee gelijk ligt met die blad. En dan tekenen we 21 centimeter. Daar zetten we ons streepje. En dan kunnen we weer gaan verbinden. Andere kant ook. Moet ik nog even verder trekken. Voilà. En als ik die nu omdraai, voilà, dan heb ik het begin van mijn bewegingsdriehoek. Ik ga aan dit punt beginnen. Ik ga daar 10 centimeter weer nemen en ik ga er een streepje zetten. Ik doe dat hier ook. Ik zet daar ook een streepje. En dat verbind ik. Dan ga ik meten hoeveel centimeter dat dit is, en dat is ook rond de 10 centimeter, 9,9, dus ik ga er 10 even voor nemen. En dan is het midden 5, en daar zet ik ook weer een streepje. En op dan heb ik weer terug mijn passer nodig. Hoeveel centimeter neem ik daarvoor? Dat is 2 centimeter, dus goed zorgen dat je weer het ene puntje op de 0 zet. En het andere mooi op de 2. Voilà, dat is bij mij zo. En dan kan je een mooie cirkel gaan maken. Weer tussen duim en wijsvinger. En dan kan je dan mooi... Je ziet, bij mij kan dat ook al eens mislukken. Dus dat is niet zo'n makkelijke handeling. Ik heb ondertussen dit streepje weggedaan, want dat hebben we niet nodig. Maar dat middelpuntje hebben we nog wel voor iets nodig. Namelijk, er komt nog een tweede halve cirkel rond. En die gaan we wat groter nemen. Dus die ga ik 4 centimeter nemen. Dat is weer mooi hierop af toetsen. 4 centimeter nemen we daarvoor. Dus 4 centimeter. En dan gaan we weer opnieuw er rond. Maar nu enkel tot aan het streepje. Daar stop je. Dus dan zie je dat je daar een tweede cirkel rond krijgt. Dus een halve cirkel, geen volledige cirkel. Nu komt er een moeilijke stap. Dus nu moet je even heel goed opletten. We hebben nu onze halve cirkel, onze volledige cirkel gemaakt. Nu is de bedoeling dat we onze bewegingsdriehoek verder gaan afwerken met de lijnen hier schuimen. Die zijn niet zo makkelijk te maken. We beginnen met het makkelijkste gedeelte en dat is gewoon 6 centimeter. Daar zetten we een duidelijk streepje op 6 centimeter. Voilà, zodanig dat we weten, hier moeten we subiet mee verbinden. Hier onderaan beginnen we bij onze halve cirkel op het kruispuntje met die andere lijn. En daar zetten we een streepje op 2 centimeter. Die twee lijnen die gaan we verbinden. Dus je gaat zien, dit loopt niet evenwijdig, dat moet ook niet. Dat is bij de voedingsdriehoek ook zo niet. Bij de bewegingsdriehoek. En dat verbinden we. Voor het volgende doen we dan juist hetzelfde. Dus voor de minder zware activiteiten doen we weer 6 centimeter. We zetten een duidelijk streepje. En onderaan, waar dat we de vorige keer gestopt waren, daar nemen we terug 2 centimeter, maar we moeten dat op onze cirkel zetten en daar zetten we terug een streepje. Dus ik ga van het één puntje naar het andere. Dus daar moet ik goed zien dat ik mijn meetlat juist houd. Ook daar ga ik weer verbinden. En op die manier werk ik mijn bewegingsdriehoek verder af. Ook hier gaan wij weer rond met onze zwarte stift. De cirkels die gaan we weer met de hand moeten doen. Al de rest kunnen we natuurlijk gewoon verbinden door de lijnen verder uit te zetten en
Voilà. En overal rond te gaan. Oeh, ik heb hem nu helemaal met zwart rond gegaan. Wat kan je nu nog doen? Ook weer om af te werken, net zoals we bij onze voedingsdriehoek gedaan hebben, die cirkels met die bolletjes die je nog eventueel kan doen. Kan je dat hier ook doen, want hier en hier staan ook twee bollen. Dan kan je weer 2 centimeter gaan nemen. Ik heb nu al genomen, dus ik kan die groter en kleiner maken. Ik heb 2 centimeter genomen. Je plaatst hier, je zorgt dat hij er zeker op kan. Voilà. En je zorgt weer voor je 2 centimeter. Hup. En die bal, die kan je nog eens terug hier maken. Belangrijk hierbij is dat je ongeveer zorgt dat deze plaats en deze plaats ongeveer hetzelfde is, dat er niet heel ver vanaf staat. Dus heel even, wat is er super belangrijk bij die bewegingsdriehoek en die voedingsdriehoek? Enerzijds, je orde is heel belangrijk. Dus dat je, als je met zwart werkt, dat je heel ordelijk gaat werken. En wat is er ook heel belangrijk, dat je heel gedetailleerd gaat werken. Geen 3,2 centimeter nemen, maar exact 3 centimeter nemen als dat gevraagd is. Het filmpje staat ook op YouTube, dus dat kan je herbekijken als je eraan bezig bent. Dus doe rustig op je gemak. Zet regelmatig op pauze, zodat je terug kan zien bepaalde dingen, hoe dat wij dat gedaan hebben, zodat je het ook correct kan doen. Het is de bedoeling dat iedereen straks zowel zijn voedingsdriehoek als zijn bewegingsdriehoek volledig afkrijgt. Het laatste doen we de bolletjes aan de zijkant. Die werken we als laatste af. Je zorgt eerst dat je al de rest netjes afwerkt. Succes!